Snort Piepenga redt vader Muis. Kom, zei vader Piepenga, het is echt stil in huis. Ik geloof dat het nu wel avond is. Ik ga maar eens op tournee. Hij zei altijd, ik ga op tournee. En dan bedoelde hij, ik ga op roof uit. Maar dat klonk niet zo deftig. Vader Piepenga was een grote grijze muis. En zijn vrouw en 12 kindertjes waren ook muizen. Dat spreekt vanzelf. Ze woonden in een heerlijk ruim hol, erg afgelegen. Het was op de zolder, maar zo veilig. Er kwamen daar geen katten en ander gespuis. En er kwam maar heel zelden een mens. Maar er was weinig te eten daar op zolder. Een oude mat. Nou ja, daar had je een beetje van voor de sport, maar niet voor het lekker. Dus moest vader wel iedere avond op tournee. Hij wist precies de weg door het huis. Langs allemaal geheime gangetjes en holletjes, achter het behang, door een gat in de huiskamerkast. En daar vond hij altijd wel wat. Soms bracht hij een stuk kaas mee of een eindje worst. En dan was het groot feest. Soms was het alleen roggebrood. Maar moeder Piepenga zei altijd, we moeten dankbaar zijn met alles. En roggebrood is beter dan mat. Zo werden de kleine piepengaatjes opgevoed. En dat is heel juist. Deze avond was het dus weer zo. Vader ging op tournee en moeder en de kinderen gingen een spelletje doen. Ze hielden elkaar staarten vast en liepen in een kring hard achter elkaar. En ondertussen zongen ze het bekende muizenjeugdlied. Wij muizen zijn zo blij, want we weten, straks komt vader weer terug met eten. Ze zongen het telkens en telkens weer en draaiden steeds maar in de ronde, totdat moeder opeens zei, kinderen, wat blijft vader lang weg? Er zal toch niets gebeurd zijn? Wel nee, moeder, zei Snort, de oudste jongen. Er is vast niets aan de hand. Maar moeder werd steeds ongeruster en vader kwam maar niet. Totdat ze eindelijk zei, Snort, jongen, je moet eens gaan kijken. Wees heel voorzichtig, blijf zoveel mogelijk achter het behang. Maar ga eens kijken waar je vader blijft. En daar ging Snort. Hij was erg trots dat hij het mocht doen. Voorzichtig sloop hij naar de huiskamer. Eerst kwam hij door een geheim gangetje in de etenskast terecht. Maar daar was vader niet. Toen zocht hij naar een gaatje om in de kamer te komen en na lang zoeken vond hij dat gaatje vlak bij de grond. Hij keek links en rechts of hij geen poezen zag. Nee, de kust was veilig. Toen tripte Snort over de vloer van de huiskamer totdat hij ineens stokstijf bleef staan. Daar was vader. Hij zat in een val. Ben je daar, Snort? Riep hij zenuwachtig. Ja, vader, zei Snort en begon te huilen. Je moet niet huilen, Snort, zei vader Piepenga. Help me liever. Ik heb al lang in de gaten hoe het werkt. Stom dat ik erin gelopen ben, maar er lag zo'n lekker stuk spek. Het deurtje is dichtgeklapt, juist toen ik hier binnen was en het touwtje doorbeet waar het spek aan vast zat. Wat gemeen uitgedacht van de mensen, hè? Maar jongen, klim nu boven op die val. Er moet nog een stukje touw aan de deur vastzitten. Trek daaraan zo hard als je kunt. Snort klom haastig bovenop de val. Hij vond het eindje touw en begon te trekken uit alle macht, maar het was erg zwaar. Volhouden, piepte vader, volhouden! Snort hield vol en langzaam ging het deurtje naar boven, totdat eindelijk, daar kroop vader Piepenga tevoorschijn. Haastig liepen ze naar de kast en verdwenen zo gauw mogelijk in een gaatje. Oh, wat ben ik ongerust geweest! Snikte moeder toen ze allebei hijgend binnenkwamen. Nou, zei vader, het is goed afgelopen, gelukkig. En het mooiste is nog, het spek heb ik meegebracht. Toen aten ze met hun 14e het spek op en gingen gelukkig en tevreden slapen. Maar sinds die tijd is vader Piepenga veel voorzichtiger als hij op tournee gaat.